Ik steek mijn nek uit. Want ik roep die Davids moet in het Nederlands elftal. Dus ik lig gewoon met mijn koppie zo op het blok. Kijk uit dat ik die bijl niet in mijn nek krijg. Ja, ja. Laat mij nou niet afgaan. Ik zal het proberen, Harry. Geen twijfel. Nee. Moet je horen. Om dat nou te voorkomen, om nou zeker te weten dat jij geschikt bent voor Amerika, ga ik zo even naar een mevrouw toe. En die mevrouw die kan aan de hand van jouw stem bepalen of jij geschikt bent voor het Nederlands elftal. En dat is mevrouw Bierens de Haan. Dus nou ga, als jij dit nou even wil voorlezen voor mevrouw Bierens de Haan, dan gaat mevrouw Bierens de Haan bepalen of jij helemaal geschikt bent voor Amerika. Nou, lees dit nou even voor mevrouw Bierens de Haan. Beste mevrouw Bierens de Haan, als u mijn stem hoort, wat valt u dan meteen op? Ik hoop dat eruit blijkt dat ik niet twijfel. Dat ik klaar ben voor het grote werk. Zoals u weet speelt het Nederlands elftal vanaf 20 juni in Amerika. Ik hoop erbij te zijn. Ik ben zo scherp als een mes. Dag mevrouw Bierens daar. Ja, leuk om te zien. Ja, hij is zo scherp als een mes. Nou, ik zou zeggen, hij gaat naar Amerika. Hij is soms nog wat onstuimig. Soms is hij nog wat onevenwichtig. Ja. Hij heeft nog een jeugdig en zekere... Ja, bravoure is niet helemaal het woord. Maar ik dacht, als hij goed aan zichzelf werkt... rustig aan, in harmonie, dan zou hij zeker naar Amerika kunnen. Wat hoort u dan in zijn stem wat u zeker maakt van hij gaat het redden? Felheid, bezetenheid, een talent. Maar een talent moet je ook nog verder ontwikkelen. Alleen muzikaliteit is niet voldoende, je moet alle noten kennen. Wij gaan naar het WK, in het verre Amerika. Wij zingen dan in koor. Wat zingen wij in koor? Ja, wat zingen wij in koor? Hup Holland, hup, hier is de oranje